Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goeie dag. Mijn naam is Jackie Bagge en je loopt weer naar Vastelavond, een feest voor mens en bies. Daar kennen ze allemaal erbij, ja, Patrice is allemaal erbij. Programma, dames en heren, dat gaat over de integratie van het huisdier in de carnavalsmanifestatie. Zag je al hierdoor? Heb je een toetsen biesje? Maar wat gaat toch fijn? De bonte sturen in, maar wat je toch ook niet dat het biesje toe zit met een magieblok alleen, hè? En natuurlijk Sky Radio gewoon. Dan hebben we voor u de oplossing. Iedere week geven we u een fair thema wat je kunt loslaten, natuurlijk vrij interpretatie, ja, voor de creativiteit, wat je kunt loslaten op uw huisdier. Natuurlijk een beetje luisteren als er een gehoordvest hebt, maar dan zou ik zeggen, doe de kom op een kerken of zo, het spiegeltje aan de kom. Oh, gezellig. Zien die ook even boeten, hè? Nou, in dit geval, alle outfits worden natuurlijk geshowd door niemand minder als Patrice. En het thema voor deze week, vorige week al de verruimde, het thema voor deze week is Sinterklaas. We hebben even gebrainstormd, dus Engels en Patrice zag van, nou ja, daar heb ik wel een idee over. Dus wat we nu gaan doen, dames en heren, geef pak ik even een tasje koffie. En dan komen we Patrice. Change zo Engels naar Sinterklaas kloffie. Dames en heren. Dames en heren, gezeten het thema voor deze week. Sinterklaas. Ik ben dan zeg maar de Sinterklaas. En Patrice is de Pauwtjes Piet. Dat gezeten de groot voorbeeld. Wie de integratie van het biesje in de carnavalsmanifestatie tot stand gebracht kan worden. Ze vindt het zelf hartstikke leuk. Ze zwijgen met zijn mutsje. Dus ik zou zeggen, dames en heren, gaat fijn aan de gang met het thema Sinterklaas. Even de aftiteling shot. En dan zien we ons volgende week weer bij Maastricht, dichtbij .nl. Dat wil ik zeggen. Patrice, geen dans de camera, loer even. Hij zal eens kijken. Hey, help.